is Beer en ik ben regisseur van Aeolus. Waarom Aeolus? We hebben bedacht dat mensen met een ernstige meervoudige beperking ook prima theatrale ervaringen kunnen hebben. Maar dat gebeurt niet vaak. Ze zitten of thuis of in de dagcentra of in instellingen en je gaat niet naar het theater. En we vonden het moeite waard om dat te veranderen. Dus we hebben een voorstelling gemaakt die ook gespeeld kan worden in de plaatselijke theaters. Zodat je net zoals iedereen naar het theater kan met je ouders, met je vrienden of met je broers of zussen. Het tweede waar we over hebben nagedacht is dat mensen met een ernstige meervoudige beperking heel vaak te veel prikkels krijgen, waardoor je niet kunt opnemen wat er echt gebeurt. Dus we hebben een voorstelling gemaakt in een soort decor, wat heel veel rust geeft, voor maar twee mensen met een ernstige meervoudige beperking, die in hun rolstoel in het midden van de piste eigenlijk zitten en om hen heen vertellen we het verhaal van Aeolus, de god van de wind, een van de beproevingen tijdens de reis van Odysseus. En per kind of volwassene met een ernstige meervoudige beperking mogen er twee mensen mee, ouders, broers of zussen of begeleiders, zodat we uiteindelijk een voorstelling maken voor 6 personen, dus heel intiem, heel precies op maat, zodat je een hele mooie, op jou afgestemde ervaring hebt. En we hopen dat iedereen heel veel plezier heeft.